Wie op vakantie is geweest in Marokko, kent dit beeld. Apen aan een ketting die kunstjes doen voor betalende toeristen. Deze apen zijn Berberapen, een soort die voorkomt in de Marokkaanse bergen en in de vrije natuur steeds zeldzamer wordt. Als Berberapen nog klein zijn, zien ze er erg aandoenlijk uit. Vaak worden jonge aapjes door vakantiegangers gekocht en mee naar Europa gesmokkeld om ze hier als huisdier te houden. Maar zo'n aapje blijft niet lang klein. En als hij groot wordt, komen er ernstige problemen. Een volwassen Berberaap kan niet in huis worden gehouden en de eigenaar wil hem uiteindelijk altijd kwijt. Veel afgedankte apen komen terecht bij de Stichting Aap in Almere. De Stichting Aap heeft een speciaal opvangcentrum voor apen en andere zoogdieren. Marokkaanse mensen die in Europa wonen en dan naar Marokko gaan in de zomervakantie, die kopen dan als ze naar huis gaan zo'n aapje en denken dat dat een leuk huisdier is. Ze zijn klein, ze zijn lief, ze hebben aandacht nodig. En dat lijkt een leuk huisdier. Maar dat is het absoluut niet. Het mag niet. Het is verboden. Het is in Marokko verboden om zo'n dier te hebben als huisdier. Het is zeker verboden om zo'n dier mee te nemen naar Europa. Dan kun je dus behoorlijke problemen oplopen. Als de autoriteiten in Europa, dus in Spanje of in Frankrijk, maar ook in Nederland, jou pakken met zo'n aapje, dan kun je een behoorlijke boete krijgen. Het diertje wordt sowieso van je afgenomen, maar je kunt een behoorlijke boete krijgen. Maar daarnaast, buiten het feit dat het verboden is, is zo'n diertje niet geschikt als huisdier. Dat wil zeggen, zo'n klein aapje is nog wel lief en wil graag bij jou zijn, maar breekt het hele huis af. Je klimt overal in de gordijnen, in de planten. Begint ook al een beetje te bijten, want wil graag bij de mensen die hij lief heeft, wil hij graag bij zijn, andere mensen niet. Uiteindelijk zie je dus dat al die mensen die een diertje gekocht hebben, vroeg of laat, er vanaf willen. Dat gold ook voor dit gezin, waar de Stichting Aap een jong aapje heeft moeten weghalen. Hoe komt nou een Berberaapje hier in Barendrecht? Ja, nou, het is eigenlijk een heel kort verhaal. Ik had wat centen te goed van iemand waar ik wat klusjes in het verleden voor heb gedaan. Dat duurde een vrij lange tijd. Dus ik denk van, nou, ik ga eens even kijken of die al iemand wat in zijn zak heeft zitten. Kwam bij hem aan, vroeg om de centen die ik nog te goed had van hem. En goed, dat had hij niet. En hij had wel het aapje zitten. Mm-hmm. Het was voor mij de keuze heel snel gemaakt. Ik heb toen gezegd van, dan neem ik het aapje wel mee. En dat vond hij op dat moment geen probleem. Nee, dus je hebt je verlies genomen. Ik heb een verlies genomen. En de volgende ochtend om 9:00 de Stichting Aap gebeld. En ja. Hier zitten we. De Stichting Aap weet maar al te goed welke problemen er komen met een aap in huis. Naarmate het aapje groter wordt, komen de problemen pas echt. Zo'n dier wordt groter en sterker en ze kunnen behoorlijk groot en sterk worden. Dan krijgen ze grote tanden in hun bek. Dan kunnen ze gaan bijten en dat begint met de kinderen. Want de kinderen zijn het laagste in rang in de familie, die zijn het kleinste, dus die kunnen ze het makkelijkste aan. Daar beginnen ze mee. Maar uiteindelijk moet ook de man des huizes moet er ook aan geloven, want zo'n aap is groot en sterk en wordt veel groter en sterker dan wij dat zijn. Zo'n dier meenemen uit Marokko heeft nog andere risico's ook. Zo'n dier kan ziektes met zich meedragen. En dan heb je het over hondsdolheid. Een ziekte die je als mens niet wil meemaken, want dat overleef je niet. Dan heb je ziektes als hepatitis. Nou ja, dat is ook geen pretje als je dat krijgt. En als de kinderen dat krijgen, kunnen ze eraan overlijden. Je hebt het over ziektes als HIV. HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt. Omdat apen dat soort gevaarlijke ziekten kunnen overbrengen, worden ze bij de Stichting Aap eerst in een speciale afdeling gehuisvest. Daar komen ze niet in aanraking met andere apen. De verzorgers nemen speciale maatregelen om besmetting te voorkomen. Met al die gevaren is het een raadsel waarom sommige mensen toch nog apen meenemen uit Marokko. Zomaar een voorbeeld is Capuchin, een aap met een triest verleden. De groep Berberapen hierachter is de groep van Capuchin. Dat is de mannelijke leider van de groep. Er zitten allerlei verschillende dieren in, jong, oud, mannetje, vrouwtje.
Mijn kapucine is degene die de groep op dit moment leidt, dus de dominante man is. Het is een hele rustige man die goed voor de kleintjes zorgt. Maar het is niet altijd geweest. Toen hij binnenkwam was hij behoorlijk beschadigd, ook mentaal. Moest hij, hij mutileerde zichzelf, hij sloeg zichzelf, hij beet zichzelf. En we hebben er behoorlijk wat tijd en energie in moeten stoppen om hem uiteindelijk zover te krijgen. Het mooie is dat hij nu in zo'n groep zit en gewoon weer een prachtige vader kan zijn zoals het ook bedoeld is. Kortom, mocht u ooit een klein jong aapje te koop worden aangeboden, doet u het niet. De enige plaats waar zo'n aapje thuis hoort is in het wild, bij zijn moeder. En beslist niet in de woonkamer.